Er is enorm geprutst met deze staalconstructie in allerlei opzichten. Nou ja, het feit dat hij is ingestort, dat geeft daar al genoeg weer. Op 18 september 2018 stort een deel van de parkeergarage op plein 13 in Wormerveer in. Tijdens de bouw ontbreken keer op keer berekeningen en tekeningen van de constructie. Dat blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws. Daar merkt de afdeling Bouw- en Woontoezicht van Zaanstad op dat... 8 juli 2010, heb geen controle kunnen doen, gegevens waren niet aanwezig. 20 juli, delen van het bouwwerk reeds gebouwd, zonder dat daarvoor benodigde constructietekeningen en berekeningen ter controle en goedkeuring door gemeentelijke constructeur zijn ingediend. Hierdoor is een onveilige situatie ontstaan. 19 augustus 2010, gegevens voor de wapening van deze vloer nog niet bekend. 20 januari 2011, constructieve gegevens waren nog niet op de bouwplaats aanwezig. 14 februari 2011, gebeld over ontbrekende gegevens. Bouw- en woningtoezicht is eigenlijk het allerlaatste vangnet. En je ziet eigenlijk hier dat het vangnet door de bouwende partijen meer als trampoline gebruikt is. Iedere keer moet bouw- en woningtoezicht ingrijpen bij dingen die misgaan. En op het moment dat je dat als bouwer daarop aan laat komen, ja, dat zou niet moeten. Dat zou je eigenlijk zelf moeten voorkomen. Halverwege de bouw in juni 2010 komt de gemeente met een officiële en algehele bouwstop. Er worden harde woorden geuit naar de staalconstructeur. Heb na het zien van het gestuntel van de staalmonteur het werk stilgelegd. Kwam alles nou goed na de bouwstop? Na de bouwstop is zeker niet alles goed gekomen, want je ziet dat een paar weken later er alweer een betonconstructie gestort gaat worden waarvan de opzichter van Bouw- en Woningtoezicht moet controleren dat er weer geen door de gemeente goedgekeurde stukken op de bouw aanwezig zijn. Op 6 april 2011 komt de brandweer voor een tweede keer met een lijst van 18 punten die verbeterd moeten worden. Als je in de WOP-documenten duikt, dan zie je dat de tijdsdruk die erop stond iedere keer ad hoc, als de gemeente daarom vroeg, tekeningen en berekeningen werden ingediend, maar veel te laat, waardoor de gemeente ook eigenlijk heel weinig tijd had om stukken te controleren. Ja, dat is eigenlijk al een voorbode geweest van wat hier is misgegaan. Geen van de betrokken partijen wil vooralsnog voor onze camera reageren.